Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe voetgangersbrug tussen de Burensepoort en het Kalverbos. De brug, die men de Gouden Slinger noemt, krijgt een gouden coating. De komst van de nieuwe brug is een voorloper van de aanpak van het gehele gebied ter plaatse. De Burensepoort is het gebied tussen de binnenstad en het station. De plannen van private partijen, waaronder Albert Heijn, zijn reden voor de gemeente om aan de slag te gaan met de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van dat stukje Tiel.